Indonesische autoriteiten waarschuwen zondag met het hoogste dreigingsniveau nadat vulkaan Agung zaterdag is uitgebarsten. De waarschuwingen gelden hoofdzakelijk voor het vliegverkeer. De vulkaan heeft inmiddels een rookpluim met as en stoom tot 6 kilometer hoogte uitgespuuld. De vulkaan ligt in het noordoosten van Bali op ongeveer 70 kilometer van de populaire badplaatsen Kuta en Seminyak. Wegen, auto's en gebouwen in de buurt van de berg zijn door de eruptie bedekt met een laag as. In de nacht van zaterdag op zondag was een gloed te zien. Wat erop wijst dat er magma uit de vulkaan wordt gedrukt. Op delen van het Indonesisch eiland worden mondkapjes uitgedeeld tegen de inademing van asdeeltjes. Eerder deze week werden ongeveer 25.000 omwonenden geëvacueerd. In aanloop naar de uitbarsting vluchten in september al zo'n 120.000 mensen. Toen was de 3000 meter hoge vulkaan ook al rustig. Vliegveld, ondanks de waarschuwingen, blijft het vliegveld van Bali volgens autoriteiten gewoon open. Vluchten naar het Indonesische eiland, dat populair is bij toeristen. Kunnen vooralsnog gewoon doorgaan. De vulkanische as is alleen op bepaalde plekken gedetecteerd. Waardoor vliegtuigen nog genoeg mogelijkheden hebben om het eiland te bereiken. Meerdere internationale luchtvaartmaatschappijen hadden zaterdag wel vluchten geannuleerd na de daadwerkelijke uitbarsting van Nagun. Inmiddels hebben veel van deze maatschappijen hun vluchten ook weer hervat. KLM annuleert zondag en maandag haar vluchten van en naar Bali. De vliegtuigen vliegen wel tot en vanaf Singapore, KLM zegt strenge veiligheidsregels rondom vulkaanuitbarstingen te hanteren en acht het niet veilig om in het donker op de luchthaven van Denpasar te landen en te vertrekken. Gestrande passagiers worden zoveel mogelijk omgeboekt, maar alleen op vluchten die met daglicht opstijgen en landen. Veiligheid in Nationale Rampenbureau benadrukt dat Bali nog steeds veilig is voor toeristen. Met uitzondering van een zone van 7 tot 8 kilometer rond vulkaan Agung. De vulkaan barstte ook al dinsdag uit. Toen ontstond een grotere rookpluim dan dit weekend. Bij de voorlaatste uitbarsting van de vulkaan in 1963 vonden meer dan duizend mensen de dood en werden diverse dorpen verwoest.